Deze nieuwsopname is anno 19, nee, 2000, 2018 en dan niet 19, maar 20 november. Dat is erg nieuw. Ik ben aan het uploaden en het gaat de godganse tijd gaat dat fout. Ik ben nou eentje aan het uploaden. Dat is nieuws nummer 484. Humor. Er zijn twee playlists. Namelijk nieuws en humor. En dan Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. En ongeveer 10 minuten geleden werd mij verteld dat het ongeveer 13 minuten zou duren. En nu duurt het 17 minuten. En mijn Mac staat helemaal te blazen. Dan kijk ik hier naar het netwerkverkeer. Dat ziet er op zich tof uit. Er gaat meer dan 100 kb per seconde naar buiten. En dan de CPU. Er staat de Google Chrome helper. Die zit een beetje 400% van mijn CPU capaciteit op te vreten. En ik heb 8 CPU's, dus die zit op 50%. En QuickTime Player die pakt 40%, maar dat klopt, want ik ben aan het opnemen. Dus dan moet ik eerst die Google Chrome helper een beetje gaan lopen killen. Want waar is dat ding mee bezig? Ik heb toch alleen maar tegen YouTube gezegd, oké, er is een minuut vanaf. Ha, 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 ha. Nou, dus dan heb ik hier YouTube zelf. Die kill ik maar even, ja? Dan heb ik hier die schaakpartij. Nou, die killen we ook maar even. We hebben hier Alan Watt. Ja, die staat onder mijn video. Is Alan Watt. Deze uitzending is van 15 juli 2018. Battalions of Foundations, NGO's, Unelected. Nou, doe ook maar weg. Heb je hier nog Bono is Evil? Nou, Bono, dat is die homo. Is een homo trouwens. Het lijkt wel als twee druppels water op André van Duin. En die andere homo, hoe heet die ook alweer? Bono is er ook eentje zo. Maar Bono is evil. Deze man weet het ook. Ik weet het ook. Trouwens toch kutmuziek. YouTube, wat moet je ermee? Dan heb je hier een interview van Alan Watt bij Feed to the Fire. Dus, Alan Watt is super tof en die vent van Feed to the Fire, dat is ook wel een aardige kerel. Niet heel slim, dus, geen christen of zo, denk ik. Maar misschien wel, dat weet je ook niet. Moeten we deze nog even killen? FirstAmendmentRadio.net. Nou, die kan ik ook killen, die heb ik zo weer opnieuw bij elkaar. Joggler66, dat is het kanaal van Jurk Liesman. Deze uitzending, die moet ik nog kijken. De Dreyfus-affaire. Dat is een gezeik geweest met Joden in Frankrijk. Oké, die gooien we ook, want die blijft staan. Hè. Je hebt toch, dat kanaal staat hieronder hoor. Dus https://google. Hey, dit is trouwens zijn subkanaal. Op YouTube staat hij. Dat maakt niet uit, maar hij heeft nog een ander kanaal. Kijk, dan zijn we terug bij de uploadpagina. Dus dat gaat ook goed. Dat hebben we hier nog staan. Die doen we ook. Ja, die doen we ook dicht. We maken daar. Ja. We hebben hier de home kanaal van Alan Watt. Kun je echt zien dat wat ik ooit gezegd heb over de kwaliteit. Qua vormgeving. En nu zie je het. Hè? Ja. Het lijkt duidelijk. Hoppakee, die kan ook weg. Nou, dit is het. Die andere hebben we al gezien. Ja. Hebben we alles gekild? Ja, mooi zo. Nou, hoe gaat het dan? 13 minuten. Oké, het valt nog mee. Ah, oké.
Hoe zit het met het CPU-verbruik? Dat lijkt mij beter. Ja. Ja, de enige die nog draait is de QuickTime Player. Dat is de opname momenteel. Dus dan gaat het toch goed. 13 minuten. Dat is een paar keer mislukt, by the way. Dus, blijf er even bij hangen. Want de vorige keer dat ik nieuws 484 over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders, deel B, aan het uploaden was, dat ging niet mooi. Als de eerste beste pitbull terrier op zijn rug liggen en kriebel mij op mijn buik. 13 minuten remaining. Is dat nou echt waar? Het is nu 8 minuten over 3. Laat het even opschrijven hoor. Maar volgens mij is het niet waar. Ja, ik zeg het maar. Zei ik 8 minuten over 3. 15:08. Plus 13. Oh, nu is het 12. Oké. Okay. Nou, dat zit dus aardig. Ja. Laten we zeggen plus 13. Dat is dan 1. Dus 15:21. Dan moet hij klaar zijn. Kijken of ze dat redden. Wat ook heel ergerlijk is, dat om van een stukje MP3, het gesproken woord, om dat te kunnen publiceren op YouTube, dan moet je iMovie moet je hebben. En 1 uur YouTube, dat kost je 2 uur, 3 uur iMovie. Ja. En je Mac gaat helemaal. Ze zit nog redelijk op schema, by the way. 11 minuten en we zitten nu op 5:10. Dat zou goed kunnen gaan deze keer. Even kijken naar het netwerkverkeer hoor. Leuk hè, Macintosh. Kan je alles in de gaten houden. Dus je hebt hier de. Oh, dit is schijf, dinges. Dit is de activiteitenweergave. Activity monitor. Op je Mac kan je die vinden. Die zit in de hulpmiddelen. Even kijken. Moet je naar programma's? Dan heb je ergens hulpmiddelen. Ik heb Engels en Nederlands. Utility. Hulpprogramma's, ja. Dan moet hij in zitten. Ja, hij zit hier. Ja. Activiteitenweergave. .app. En nu gaat mijn ventilator weer aanslaan. Oh, dat is wat exciting. Hoor. Want dan heb je dus hier schijfgebruik. En daar heb je CPU. En wie is er bezig? Oh, nou, niet eens veel. De kernel task loopt een beetje te eikelen. Die hoeft er ook helemaal niet te zijn. Google Chrome is lekker rustig. Ja, Google Chrome heeft momenteel niks te doen. Die zit een beetje een file te uploaden. Meer niet. Dat is FTP-format. En de kernel task die loopt zich overal mee te bemoeien. Een beetje voor 10%. En dan de ventilator gaat eraan. Straks komt Al Gore op bezoek. Van, mag ik ook een beetje CO2 van de belasting? Ik zeg natuurlijk, jongen. Spannend, hè, uploaden. Het duurt lang, jongen. Nou, geheugengebruik, daar maak ik niet zo'n zorgen over. Zie je dat eigenlijk? Oh, de kernel task. Die heeft 2 gigabyte. Dat is ook wel schandalig. 2 gigabyte. Ja, meer dan 1 gigabyte. Richting dat. Gadverdamme. Een iMovie. Is die nou wat aan het doen, man? Ik kan er ook wel aan. De iMovie doet er helemaal niks. Is het te renderen of zo? Nee. Hey, dit wordt de volgende. De Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders, deel C. Maar die heb ik toch al ge-MP4'd. Even kijken of het klopt.
ga je naar je home directory. Dat doe je met toetsen. Dat hoeft niet met de muis. Oh, dat doe ik fout. Ik heb de G gepakt. Maar niet mijn idee. Je hebt twee handen nodig. Shift, appeltje. Ah, ja, en dan weer. Even kijken waar we waren, want dan moet hij hier bij nieuw staan. Laat ik jullie even weten. Dat is een home studio, dat heb je ook niet zomaar voor elkaar. En de bedoeling is dat jullie dat allemaal gaan doen. Hè? Tot de prijs van de Jägermeister en dat soort producten, dat die prijs omhoog gaat. Oh, waar zit het nou? Ik was Sinterklaas, moet ik bij de S zitten. Ja, dit had een MP4. Nee, dus die kan weg. Dus, weg. Oké. Al de geheugen vrij. Even kijken hoe het zit met de activiteitenweergave. Die kernel task en nog steeds belachelijk veel gigabytes. Dan Google Chrome, ja, dat mag ook wel. Die helper en dan bij elkaar half gig of zo. Nou, moet er maar. MySQL, die heeft dan. Nou, dat kan het probleem niet zijn. Die ventilator zit nog steeds. Oh, dan staat hier ook nog swapgeheugen. Daar ben ik niet zo blij mee. Dat is niet zo heel geinig. Even. Kun je dat klikken? De swap. Ik denk dat je de kernel task moet uitschakelen. Maar dat kan niet, want dan ben je de kernel kwijt. We zitten met CPU gebruik. Nou, QuickTime player, nog lekker bezig. Maar dat is mijn opname, dus dat stelt niks voor. Energieverbruik. Oh, de meeste energie wordt verbruikt door de opname van mijn stem. Oké. Schijfgebruik. De QuickTime player, dat is de opname van mijn stem. Wat nou? Wat slaat het op? De kernel task heeft 25 gigabyte geschreven. Man, zelfs als ik een kater heb, schrijf ik niet zoveel. Sinds wanneer? Terug naar het netwerk. Oh, dat loopt nog door. Ja. En hoe ver is Google Chrome? 5 minuten. Nou, ze liggen op schema. Dat moet ik doorhebben. En in deze tijd kan ik niks doen, hè? Ik kan nu geen een potje schaak gaan spelen, hoor. Kan je lekker vergeten. Hoor. Ik doe ook geen andere dingen op internet. Super slow, man. Het enige wat ik kan is nu een schaakprogramma opstarten, lokaal. En dan binnen 13 seconden verliezen. Vieze computer. Altijd maar winnen. Jeetje maar. 80%, oké. Nog maar 5 minuten, mensen. Deze uitzending is bijna voorbij, hoor. Dus, even uploaden, dat je weet hoeveel tijd het mij kost om deze ongelofelijke, onzinnige humor, die veel te serieus is, om dat up te loaden. Over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. Jezus mijn Christus. Laat deze bittere beker aan mij voorbij gaan. Oh, nog 4 minuten. Nou, dat scheelt dan weer. Ik vraag me af wat ik ga eten straks. Ik moet toch wat eten. Ik heb anchovies gehaald met de toko. Stelletje net buitenlanders, want die komen uit Rotterdam. Het doet dan een beetje alsof het Surinaams, Antilliaans, Chinees-achtige producten verkoopt. Ja, die staan ook wel in de schappen. Maar het zijn geen Chinezen. Die komen uit Rotterdam, man. Stelletje oplichters.
Ah, het is goedkoop. Een goede smaak. Ja. 3 minuten. Ja, ze liggen echt op schema. Ja, het is op schema. Totaal op schema. Gaat ze lukken. Dan heb je zo de finale fase. En dan gaat hij op Facebook. Ik moet nog een Twitter-account aanvragen. Maar daar heb ik geen vrienden. Want Donald Trump zit daar. En Hillary Clinton. En ja, dat zijn mijn vrienden niet, hoor. Op het moment dat Donald Trump op mijn Facebook-pagina gaat verschijnen. Dan denk ik van... dag Sinterklaasje, dag. Ja, Donald Trump zit niet op Facebook. Niet dat ik daar dan een heel groot probleem van zou maken, maar... ik, ja, maar naar Twitter. Maar 2 minuten. Ik heb ze, ja, echt op schema. Jezus, zie je wel? Als ik jullie erbij haal... om te controleren over de kwaliteit van de upload... ja, dan doet hij het plotseling wel. Zou kwantummechanica dan toch nog ergens op slaan... namelijk dat de waarnemer het experiment beïnvloedt? Ik heb drama's meegemaakt en nu dan niet. Nou, ik weet ook niet wat ik hiermee aan moet. Gelukkig is het nog maar 2 minuten. Our time is running out, baby. Nee, maar nu gaat het erom, hè? 15.21. Ja, en we zitten op 19.37, hè? Oh nee, nu gaan we in de minuut. Yep. Nee, dat gaat gered worden. Dit gaat lukken. 51 seconden. 47 seconden, ja, dit halen ze. Dit gaat 43 seconden, ja. 40, ja, nee, dit gaat al. Nee, dit wordt hem, dit gaat lukken. Het wordt afgerond, 15.21. Afgerond, hè. Ze gaan over de 30 seconden heen, hoor. Ja. 20 zitten we nou. Nog 18 te gaan. Ja, dus 15.38 wordt het. Ja, we gaan naar de 30. Ja. 30, ja. 7 seconden te gaan. Ja. 3 seconden te gaan. Hoppakee, we zijn binnen. Ja. En nou, processen. Ja. Maar nu kan ik een pokje schakelaars spelen. Want die processing, dat kost geen netwerkverkeer. Hè? Dus dan doe je even zo, liedjes. Oké. Oh, fout gedaan, sorry. Liedjes, ja. Dan moet je snel schaakspelen, denk ik. Nee, we doen... Want die processing, dat kost wat, hoor. Ja, 0%. We hebben nog even de tijd. Dan doen we een rustig potje. 5 minuten plus 3 seconden. Een beetje oude mannen, oude lullen schaak. 3 seconden per set. Dus zelfs met je Korsakov en je seniliteit moet je hier nog tijd kunnen. Hoppakee, dan gaan we er tegenin rammen. Ik doe Siciliaans, vind ik echt leuk. En de versnelde draak vind ik een leuke. Niet dat ik hem kan hoor, maar die gaat dan zo. De bedoeling is dat je loper hier naartoe gaat. En dan heb je de diagonaal. Ah ja, precies. Dan krijg je dus dit hoort. En dit is een gevaarlijke. Als je dit fout doet. Als je hem pakt. Dan komt zijn koningin naar buiten. En dat wil je niet. Je moet een beetje hier zitten. En die pion die ben je kwijt. Maar dat maakt niet uit. Zie het maar als een offer. Iets wat Abel beter kon dan Kaïn. Want nu gaat mijn... perkt eruit. Yep. Nou heb ik hier die lijn vastzitten op die pion. Hè? Dus die loper, als die denkt ik ga een eindje wandelen, ja dan is meneer de Witte Koning, die is die pion kwijt. En dat betekent dat hij ook die toren kwijt is. Dus ik heb, ja kijk, en nu krijg je die reactie erop. Ja, dan krijg je dat. Niet erg, don't panic. Ja.
Nou, die pion die komt vanzelf terug. Dat kan automatisch lukken. Nu gaan we ons afvragen, gaan we rokeren of doen we dat niet? Ik zou zeggen, we doen het voorlopig even niet. Want dat houdt de tegenstander in verwarring. Ik zou zeggen... Ja, ik hou eventjes deze loper geblokkeerd. Ja? Okay. Die mag later nog gaan meespelen in het spel. Wat gaat het paard doen? Een beetje lopen eikelen. Kijk, als hij mij slaat... en ik pak hem terug met deze pion. Dus als het paard mij daar slaat en ik pak hem zo terug... dan gaat zijn koningin mijn koningin pakken... en dan ben ik mijn rokeringsrecht kwijt. Daar hou ik niet van. En ik was toch al dicht van balans. Okay. Dus dan zijn we overal vanaf. Dus als zijn paard mijn paard pakt... dan pak ik zijn paard terug met mijn paard... En dan is het equal play. En ik kan lekker rokeren. Ja. Dan gaan we lachen, jongen. Want die loper van mij, die komt eruit. En dan ga ik die pionnen, deze, die gaan naar voren. Ik heb nog steeds die boel bij hem onder controle. En by the way, zie je ook dat ik heb mijn loper geactiveerd... En twee paarden. En wat heeft hij? Helemaal niks. Eén paard en wat lullige pionnetjes. Ja. Dus dan gaan we even lachen, denk ik mij. Ik heb een schaaklijn vanaf mijn koningin daar naartoe. Die is nu onbereikbaar vanwege die pionnen. Maar dat maakt ons niks uit. Maar ik ga eerst even rokeren. Ja. Ik ga die totaal kriek... Voeren, einvuren, aan de rechterkant. Want ik sta toch te processen. Hoe ver is die eigenlijk? Of 55%. 3 minuten heb ik nog. Okay. Ja, hier ook. Ja, mooi zo. Moet ook naar Facebook. Oké, ik ben gerokeerd. Het lijkt me dan nu tijd om te gaan let's rock. Zoals Al Bundy zei. Van Married with Children. Even kijken wat er van komt. Gevaarlijk is van hem, van de tegenstander, dat die loper, die heeft deze lijn. En hij wil dan, dat is via een ketto, die loper hier naartoe komt en dan krijgt hij die lijn. Een beetje ambivalent wat hij doet hoor. Terwijl hij toch, hij heeft een hogere rating dan ik. Even kijken hoe ik hier uitkom. Tjok, 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 tjok. Wat zou dat aan het meeste... Kijk, hoor. Kijk, je wil een beetje angstaanjagend zijn in het schaken. En ik kan hem nu terugpakken met mijn pion. Ik kan hier dit doen. En dan heb ik een open lijn met de toren. Dat is leuk. Wat ik ook kan doen, is ik pak hem terug met een koningin. En wat ik ook kan doen, is dat ik helemaal niks doe en dan ga ik wat anders doen. Dat kan ook. Dat is misschien nog het leukste. Ik denk het wel. Ik doe helemaal niks. Ja, dit doe ik. Oh, the time is ticking on, weet je wel. Ja, precies, ja. En dan dacht ik... Hoppakee. Even kijken hoe we staan, hoor. Want deze pion is onverdedigd. En deze pion, die wordt verdedigd. Nee, die wordt alleen verdedigd door de koningin. En aangevallen door twee stukken van mijn kant. Te weten, die geheime loper hier. Zo zzt. En als hij die pion vooruit schaaft, is hij zonder meer de lul. Want ik zit gericht op zijn toren. Ik snap niet waarom die homo zijn stukken niet naar buiten haalt.
Ja, ik ben schaker en ik ben zuinig op mijn stukken. Die hou ik het liefste allemaal thuis bij mama en papa. Want anders gaan ze dood. Ja, die man moet nou gaan kiezen hoor. Dit wordt heel vervelend voor hem. En zijn tijd, hè, die tikt er ook uit. Dan een beetje lopen spelen met 1037, ja. Dat was ook weer die film van de Big Lebowski. Van, je kan dansen met de beer, maar soms danst de beer met jou of zo. Dit is een nare move, dat had ik ook niet gewild. Ilk. Maar ik denk dat ik het toch ga doen, hoor. Ja, ik doe het toch. Ja, het grote gevaar is dat als hij nu die pion vooruit schuift, en dat kan hij ook niet echt. Maar dan valt hij mijn koningin aan. Maar ik geef nou een schaken. Kom, oké. Let op je tijd. Niet dat het oude hoerenperrie wel blijven schaken. Hè? Want als het niet, is het niet spannend? Je zit niet de mensen lastig te vallen op het internet vanwege niks. Wat is dat nou, man? Nou ja, schaken. Wat gaan we hier doen? En trouwens, hoe ver zijn we met de processing? Dit is alles wat ik doe, hè? 95%. Ja, oké. Okay. Dus dan niet klaar. Oké. Okay. Schaak heeft hij nou. En wat kan meneer doen? Hij kan zijn paard er dus uit de koning in ertussen. That's cool. Yes. Wat gaan we doen? Kijk, de stand is gelijk. Ik heb geen zin om af te ruilen. Ik heb geen zin om... Dat daar bevalt me. Als ik dus... Ik wil mijn koningin weg. Gewoon klaar. Maar ik wil niet mijn witte bisschop, mijn blanke in weg staan. En als ik hier naartoe ga, dan moet ik weer verhuizen. Nou, ik doe het toch maar. Ja. Kijk of hij het doet. Als hij die naar voren gooit, dan ga ik met mijn koningin, denk ik, hier naartoe. Of daar naartoe. Denk ik. Ik heb nog maar 53 seconden. Daar maak ik ons zorgen over. En nee, ik denk toch dat ik hier naartoe wil. Schaken is leuk hoor. Je moet het niet doen vlak voordat je gaat slapen. Want qua hart. Wat gaan we nou doen? Hey, homo. Oh, dat is heel gevaarlijk. Oh, dat is super gevaarlijk. Nee, dat gaan we even blokkeren. Kijk, dat paard kan hier naartoe en dat wil ik niet. En hiermee kan ook mijn loper naar buiten. Dat is wel cool. Oké, okay, nu zit... Dit is al ongelooflijke kut-homo-dinges. Wat zal ik dan doen? Ja, ach, ik moet echt opschieten. Ja, zo dan maar. Ja. Anders had ik helemaal terug moeten. Ja, nu moet ik heel hard gaan rammen. Als dit maar goed afloopt. En dan zo wordt. Dit wordt echt totaal niks, man. Oh, maar zo wordt het dan. Wauw, hier komen behoorlijk ellendig uit. Ja, mensen, dit wordt echt super gevaarlijk. Wat gaat mijn tegenstander doen? Die heeft nog 29 seconden. En ik heb nog een schaakmogelijkheid. Ik zie hem. Ja, oké. Die staat onverdedigd. Ja, dan doen we zo. Oh, dat kan niet. Kut. En nu ben ik de lul. Het enige wat mij rest is zo goed mogelijk te verdedigen. En dat lukt ook nog. En dan doen we een schaak hier.
En dan pakken we hem. Ja, dan pakken we hem. Hoppakee. En dan pakken we die pion. Oké. Okay. En nu is de kwestie, hè? Nu gaat het echt om seconden, man. Dit wordt heel keihard, hè? Ja, oké. Okay. En dan doen we dit hard. Ik weet niet precies waarom, maar dat voelde ik vanuit mijn hoofd. Ik zie al die andere zet klaarstaan. Hier komt hij. Ik ga hem pakken. Ik ga hem pakken op seconde. Okay, ik pak hem op tijd. Ja, hoppakee. En hoppakee. Die. Kijk, nu zit zijn loper in een zwaar veld. Want dan doe ik een desert. Dit werkt toch? Nee, niet echt. Dit werkt niet. Behalve dat ik hier een schaak weet te forceren. En dan pak ik ze. Ja. En nu val ik. Daar heb ik die bisschop nu aangevallen. Hoppakee, gewonnen. Jezus, ik kan het wel. En hij is geüpload. Hihi. Kijk, en dan zet ik hem op Facebook. Moet je even wachten. Ja. Nou, die tekst komt er gelijk bij. Ja, je kan er wat over zeggen, maar nee, dat staat dan in de titel en dat staat eronder. Dat doe je plaatsen op Facebook. Zou die op Facebook staan? Dan ga je controleren. F van Facebook. Dan heb ik hier zoveel berichten. Oh, Facebook is ook een beetje moeilijk. Kom. Man, die computers van tegenwoordig. Wat is er nou weer aan de hand? Ik zat een beetje te... De quickte, oh, dat is de quicktime player. Oh, is dat dan, ja. En de kernel task. Ja, oké, okay, lijkt me nog niet echt een groot probleem. Oh, hij staat er weer. Ja, dat heb ik allemaal gezien. Waar staat hij nou op Facebook? Interessant toch, hè? Want ik zit hem hier te zeggen van ja, ik klikker de klikker. Ja. Oh, nou, staat hij dan op Facebook? Moet je veel wachten, man. Dat is veel werk hoor. Iedereen zegt, ja, mijn Perry die krijgt er niet voor betaald. Dus dat zal wel gratis zijn. Ja, nee, is helemaal niet gratis. Vooral niet als je wil controleren of het wel echt op Facebook staat. Nu krijg je een wit scherm, service unavailable. Wat is dat nou weer? Oké. Dit staat er. www.facebook.com. Daar staat het toch boven. Dit is dinsdag 20 november 2018. Ik hoop dat kleinkinderen hierom kunnen lachen. Servers unavailable. Wat is dat weer? Nou, even een refresh. Wat is dit nou weer? Oh, we doen het weer. Oké. Okay. Wat ben je aan het doen, Perry? Nee, ik ben helemaal niks aan het doen. Ik zit te wachten dat mijn video op... Daar ben ik toch een hele tijd mee bezig geweest. Daar heb ik upgeloaderd. En waar staat hij dan? Ja, zie jij hem? Zie ik hem, hoor. Ja, maar Perry, jij hebt een bril met 8+. En ja, daarom kan jij dat niet zien, maar ik wel. Oh ja, homo, wat zie je dan? Staat in die video van mij. Maar Perry, niet klagen, maar dragen en bidden om kracht.
Ik zuip nog liever. Ik zuip nog liever. Ik wou iets heel erg smerig zeggen, maar waar slaat dit op? Moet ik hier de winter mee doorkomen? Nee, dit is een leuk Sinterklaas cadeau. Voor het uploaden van Sinterklaas, Zwarte Pieten en andere buitenlanders deel B is het nog maar. Het was deel B. Ja toch, hij staat er wel op YouTube, hè? Kom. Want dat is toch gelukt. De vorige keer lukte dat niet. Even kijken. Ja. Je kan het niet zo goed lezen, maar hier staat het boven. Humor, Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders, spatie B. Dus niet Ali B, maar van Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders, tussen haakjes, B. Deel B had ik moeten zeggen. Oké. Het staat niet op Facebook, want Facebook heeft een beetje... Ah, dat is 50 tinten grijs, of niet? Oké, daar komt wat in beeld. Iets over de titel van een of andere vrouw, die ik echt niet wil... En er staat ook mijn video niet bij. Dus wat is dit nou hier? Wel grappig hoor, ik gun het allemaal aan die andere mensen dat hun video's er wel op mogen staan. Maar die van mij staan er niet op, hè. Oh, wat erg, man. Of komt dat dan over een uur of zo? Ik heb ook altijd maf, hè. Jeetje, man. Nou, de titel van die Jonas Staks, ja, dat mag van mij wel. Zal ik even dan nog wat leuks maken van... ergeren aan Facebook. Waar staat staat mij? En dan even die volledige dus dan dit en dan moet je kopiëren. Kijk, nu wordt het helemaal leuk. Eerst even een beetje tequila. Sorry jongen. Je moet hiervan huilen, snap je? Ik vind het echt zo zielig. Ik heb een hele mooie video gemaakt, die heb ik geüpload, gezegd, zet me op Facebook en er gebeurt niks. Oh, dan moet ik huilen. En tranen zijn zout. Ik doe edit. Oh, dit is echt zout, man. Dan moet ik daar dan ding hebben. Hoppie. Terug naar Facebook. En een vraagteken. Even kijken. Dan moet je hier nog gewoon even een hoofdletter E. Ik. Erger. Mij. Aan Facebook. Punt. En dan nieuwe zin. En dan krijg je hoofdletter wie. Waar staat mijn... Moet daar nog een dubbele punt tussen? Of een extra spatie? Nee, ik niet. Dat mag mensen wel duidelijk zijn hoor. Sjaren.
Geweldig. En dan ga ik nu. Ik ben toch even dus de cursus uploaden. Heb ik een nummer C heb ik klaarstaan. En is die al ge... Even kijken. Nog een hele hoop nieuwsuitzendingen klaarstaan. Hè? Is dat hier nummer C? Ja, is dat ook. Oké, dan ga ik die uploaden. Dus dat wordt dan... Oh, oh, oh. Dat wordt 485. Heb je nummer C? Die is het. Ja, echt cool hoor. 485. En die is 140 MB. Dan krijgen we hetzelfde drama nog een keer. Save changes zou ik zeggen. Want ik heb toch niks veranderd. En dan... Oké. Okay. Upload video. Dan krijg je Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. DLC. Komt ie. Uploading 0%. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 14 minuten te gaan. Het is nu 4:15. Dat betekent dat om 4:00... Oh, nu 15 minuten te gaan. Ja, dan blijven we bezig. Hey, dank jullie wel voor het uitluisteren. Deze volgende uploader, er is weer zoveel tijd. Maar dan gaat er weer. Ik heb er zin om hamburgers te gaan spreken. En tequila te gaan drinken. En mij zorgen te maken over die eenzame truffels. Met die psychedelische substanties die maar in een eentje wezen te lopen wezen. In dat wat een deel van het universum heet, te weten de koelkast van Perry Winkel. Ja, en op zijn hamburgers, vanuit die hunkering naar die truffels, sta ik hier. Tjus. En dag lieverds. Het komt er niet. Het blijft lang in je systeem zitten, jongen. Dus bij deze... niet aan de paddenstoelen gaan, want dan stijgt de prijs. En ik heb al zo weinig geld. Nee, op zijn hamburgers, zag ik tjus. En dag lieverds.